Binnenshuis schepen bouwen. Daarmee begon de werf van IHC Smit in Kinderdijk in 1972. Vanuit een centraal punt worden stalen platen en profielmaterialen met een rollenwagen tot voor de openingen in de voorbewerkingshal gereden en dan getransporteerd naar de lastvloer van de enorme hellingloods, waar de productiemethoden zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn. Platen worden gepositioneerd bijvoorbeeld op een brandsnijmachine die numeriek bestuurd wordt door middel van een ponsbandprogramma. Ook de meeste andere machines, onder andere voor spantenprofilering, worden met behulp van computerponsbanden gestuurd. Uit alle voorbewerkte delen wordt vervolgens in dezelfde loods een schip gebouwd. Zoals in dit geval de sleepzuiger Marinero Rivas, die bestemd is voor Peru. En die gefinancierd wordt uit een kredietovereenkomst met de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden. Het schip werd gedoopt door de echtgenote van de Peruaanse ambassadeur in ons land. Marinero Rivas, que Dios te acompañe siempre. Even later verliet het schip zonder moeite de 168 meter lange en 34 meter hoge hellingloods. Als eerste van een reeks van schepen die de werf hier onder dak hoopt te gaan bouwen, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Het is een rationalisering die efficiënt werken mogelijk maakt, wat belangrijk is voor de concurrentiepositie van Nederland in de wereldscheepsbouw.